Mijn naam is Milou Delen en ik heb zeker wel eens een sexy foto van mezelf naar iemand gestuurd. Een seksueel getint bericht of foto naar iemand sturen, dat heet sexting. En dit kan natuurlijk superleuk zijn, maar stel je voor dat je een intieme foto van jezelf naar iemand stuurt en dat deze vervolgens rondgaat op het internet. Door social media komt dit helaas steeds vaker voor en ik ben echt heel erg benieuwd wat mensen daarover te zeggen hebben. Weet jij wat sexting is? Nee. Ik weet wel seks is, maar niet wat een sexting is. Sexting? Nee. 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 Sexting? Ja. Nee. Ja, nou, volgens mij is het gewoon appjes of berichtjes versturen wat met seks te maken heeft, toch? Ja, klopt. Zeker. Hebben jullie wel eens een sexy foto van jezelf naar iemand gestuurd? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja? Ja, ja. Nee, ik heb nog nooit echt seks dingen gestuurd op WhatsApp of zo. Dat, nee. Ja, ooit wel eens, ja. Jij ook wel eens, toch? Ja, weet je hebt wel eens gesprekken met mensen, dan komen er wel eens dingen naar boven. Ja, ja. Ja ook wel eens, ja. Ja. En jij? Ook wel, ja. Ja. Nee. 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 En heb je wel eens zo'n foto of bericht ontvangen? Ja, dat wel. Ja. En wat vond je daar dan van? Niet toepasselijk. Zulke dingen, ik weet niet, het is niet echt toepasselijk. Hoe bedoel je toepasselijk? Om zulke dingen hoor je privé te doen, toch? Dat niet via de foto en zo gaat. En denken jullie dat mensen stilstaan bij die gevolgen? Nee, sowieso niet. Nee, want ik hoop te wel. Vaak. Ja. Ja. Ik heb op een gegeven moment volgens mij ook wel eens met relaties en zo, met de verkeerde vriendjes, dat ik wel dacht van, hé, ik hoef dat ook niet meer te doen. Nee. Omdat je ergens dacht, er is een kans. Ja, zoiets van dat er een kans zou kunnen zijn dat mensen daar misbruik van kunnen maken. Ja, want stel je voor dat ik een sexy foto naar iemand stuur en dat die vervolgens wordt verspreid op het internet. Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Dat is een beetje tweeledig, denk ik. Aan de ene kant is het een beetje dom als je het al stuurt, want dan kun je naar je vriend sturen, maar dan gaat het uit en dan stuurt hij het en dan dat is natuurlijk niet zo slim. Maar die anderen moeten het natuurlijk nooit doorsturen, dus het is van beide niet zo handig, denk ik. In eerste instantie bij jezelf, maar ik snap wel dat je op een gegeven moment een bericht zou versturen en dan ligt de verantwoordelijkheid bij beiden. En ik vind dat je in ieder geval heel goed moet nadenken voordat je erin gaat. Maar nog meer verantwoordelijk bent op het moment dat je iets ontvangen hebt. Dan heeft iemand toch zoveel in jou vertrouwen gehad dat je dat niet moet schaden, vind ik. Je moet wel mensen echt vertrouwen als je het doet. En echt goede afspraken erover maken, inderdaad. Want je weet nooit waar zoiets uiteindelijk terechtkomt. De schuld is eigenlijk 50-50. Op... Nou, het is wel meer de schuld van degene die daarna verspreidt. Ja. Dat vind ik wel. Maar als je vooral tegenwoordig... kun je het beter gewoon niet sturen. Ik vind het ook wel jammer dat je dan daar toch bij na moet denken van, oh, kan ik deze persoon maar vertrouwen? Ja. Want stel dat ik dan een beetje in het moment zit en ik denk, oh leuk, klik klik, zie er zo uit, dat het dan misgaat. Ja. En dan, ja, het is toch wel jammer, maar... Je weet, als degene een foto maakt met de camera, dan weet je dat hij daar misbruik van kan maken. Dat moet je gewoon weten. Maar vinden jullie dat er dan betere voorlichting hierover zou moeten komen op scholen of van de andere... Wel fijn is als mensen meer bewust worden van wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Want het kan wel echt, ja, tenminste wat ik dan heb gezien bij jongeren, inderdaad jongere mensen op school en dergelijke. Als dat de hele school rondgaat en je hebt iets gedaan met een vriendje of vriendinnetje. Het kan je wel echt, het kan heel desastreus zeg maar worden voor zo iemand. Nu de dingen die gebeuren, ja weet je, dus meisjes lopen rond van 12. En ook jongens natuurlijk met een telefoon waarvan alles mee kan. Ja, weet je, toen wij 12 waren, hadden wij nog geen mobiele telefoon. Nee. We zijn niet oud, maar weet je, dus het is iets van deze tijd. En ik denk dat de voorlichting daarop ook voorbereid moet zijn, ja. Krijgen jullie trouwens voorlichting hierover? Ja, krijgen zeker. Oh, wauw, op school of? You know, ja. En wat voor voorlichting? Nou, we hebben toen vorig jaar in de toetsweek echt zeg maar, een hele dag gezeten daarvoor. Ja, er kwamen mensen met van die seksuele voorlichting gebeuren en dan kreeg je zeg maar seksuele voorlichting en hoe je er met media of zo gewoon mee om moest gaan. En ook van dit is sexting en... Ja, en pas er gewoon mee op en zo en het is strafbaar als je het hebt, want het is kinderporn, wordt helemaal uitgelegd en zo. En dan, ja, dat is...